Wouter, hier is dan de afgelopen maanden gesproken, geformeerd. Goedemorgen. Goedemorgen. Ga even aanbellen. Hier kwam Omtzigt niet meer ineens. Hè. De laatste dagen Plasterk gewerkt aan zijn eindverslag. En nu wordt erover gedebatteerd in de Tweede Kamer. Wat verwacht jij? Ik verwacht een heel interessant debat, wat alles in zich draagt om te ontaarden in verdere chaos, bovenop de chaos die we natuurlijk de afgelopen week hebben gezien. Omdat niet heel erg duidelijk is wat er nu precies moet gebeuren. Hè. In andere formaties zie je nog wel eens dat partijen al van tevoren met elkaar de koppen bij elkaar steken en dan meestal duidelijk ook op een kamermeerderheid over wat er moet gebeuren. En je merkte op dinsdag dat daar ook nog heel veel onduidelijkheid was, zelfs ook bij de partijen die erover gaan. En dat geeft aan dat ze het misschien ook nog niet precies weten. En dat het vandaag ook heel erg moet blijken of Pieter Omtzigt op een of andere manier nog ergens aan mee wil doen. Maar dinsdag hoorden we hem daar vooral veel afhoudende signalen over uitzenden. Ja. Zal het dan ook alle ballen op Omtzigt worden, verwacht jij? Ik denk dat er veel ballen op Wilders en op Jezilgus zullen worden gericht. Wilders als de leider van de grootste partij. Hij wordt dan min of meer geacht het proces als grootste partij ook te begeleiden, tot een goed einde te brengen, over zijn schaduw heen te springen. Nou, Wilders hebben we de afgelopen dagen vooral zien zwijgen. Een enkel sumier bericht op Twitter. Maar dat is het dan ook wel. En dinsdag was hij ook rond de Kamer niet te spreken. Dus die houdt zijn kruid ook nog droog. En Jezilgus zit natuurlijk in een lastige positie, omdat Omtzigt heeft gezegd, ik wil in ieder geval geen meerderheidskabinet, ik wil ook eigenlijk niet meer aan tafel. Laat andere partijen maar kijken of ze met elkaar een coalitie kunnen vormen, dan zien we wel of wij wat steunen of niet. Dan ligt de bal weer bij de VVD, die had gezegd, wij willen eigenlijk ook liever gedogen. Maar ook voor de VVD wordt het langzamerhand erg onaantrekkelijk natuurlijk om het hoofd op het hakblok te leggen, als onderdeel van de minderheidscoalitie, waar Pieter Omtzigt en PvdA GroenLinks en D66 naar believen op kunnen schieten dat het allemaal anders moet. Wat nu dan? Hè? Als ik jou nu zo hoor en ook de terugtrekkende beweging weer van Pieter Omtzigt van de NSC, VVD die niet zijn hoofd op het hakblok zomaar zou willen leggen. Ja, waar staan we dan? Je hoorde Pieter Omtzigt in zijn duiding dinsdag wel iets belangrijks zeggen. Toen hem, volgens mij was dat in een oorlogje waar jij ook bij stond, werd gevraagd, bent u nog bereid zelf een informateur voor te dragen om het proces te begeleiden? Het benoemen van de informateur ligt eerst bij de grootste partij. En ik denk dat het op dit moment nog steeds bij de grootste partij ligt. Dus bij de heer Wilders en de PVV. En het is aan hem om een voorstel te doen. Op het moment dat hij daar niet in zou slagen, zou het eerst naar de tweede en de derde partij gaan. Voordat je als vierde partij zegt van, hey, het is aan ons om een informateur te doen. Dat is eigenlijk voor het eerst dat we nu ook Pieter Omtzigt zien verwijzen naar het bestaan van de tweede partij van Nederland. Namelijk PvdA GroenLinks. En dat hij er kennelijk rekening mee houdt dat het balletje ook wel is bij Frans Timmermans als ze terecht kan komen. Is het echt reëel dat we die kant op gaan en dat inderdaad Timmermans een voornamere rol gaat spelen in de formatie? Je kan het in dit stadium natuurlijk helemaal niet uitsluiten, want het is behoorlijk onduidelijk wat er gaat gebeuren. We weten nog helemaal niet hoe NSC zich daartoe wil verhouden, want ze willen dan niet in een meerderheidskabinet met de PVV vanwege de rechtsstatelijkheid. Nou, dat bezwaar lijkt er niet te zijn bij PvdA GroenLinks en dan ligt het balletje straks niet meer bij Wilders, maar er wellicht over links gekeken worden of er iets mogelijk is. En dan moet ook de VVD bepalen wat ze daar weer van vinden. Kortom, een heleboel mensen die houden nog de kaarten tegen de borst, omdat niemand eigenlijk precies weet wat de volgende stap zal zijn. Maar goed, de kiezer heeft gekozen. PVV grote winnaar van de verkiezingen geworden. Het leek centrumrechts of rechts te gaan worden, een kabinet. Nu zijn we al maanden verder en is het eigenlijk nog totaal diffuus welke kant het op gaat in Politiek Den Haag. Ja, en dat is toch wel, denk ik, voor een belangrijk deel op het konto te schrijven van de vier partijen die de afgelopen weken en maanden met elkaar aan tafel hebben gezeten. Met getwitter, met gesneer, met sfeerbederf, met weglopen. Ze hebben er wat dat betreft met z'n vieren wel echt een potje van gemaakt. Maar je ziet eigenlijk in de politiek, in de brede linie, heel weinig behoefte om verantwoordelijkheid te nemen momenteel. Ook NSC dat zegt, ja, we zijn misschien wel bereid om het een en ander te steunen van een minderheidskabinet over rechts, maar we gaan niet meepraten wat dat dan precies gaat zijn. Dus ze hebben ons wensenlijstje inmiddels mogen ontvangen en dan kijken we wel waar het schip strandt. Nou ja, dat is
politiek vanuit de leunstoel natuurlijk. Hè, vanwege de verantwoordelijkheidsvakantie. Die langzamerheid op een verantwoordelijkheidswereldreis begint te lijken. Want op het moment dat iedereen zegt, laat anderen het maar doen. Laat andere mensen maar regeren en de problemen oplossen. Dan zit je in een hele comfortabele positie. Maar de vraag is of je dan echt wel je kiezers bedient. Hè, want de kans lijkt me klein dat als je niet zelf aan de knoppen zit om die hele agenda die zo helemaal bestormd was voor NRC te bereiken, of je dan überhaupt echt veel voor elkaar gaat krijgen de komende jaren.